Stichting Muziekkids is opgezet voor kinderen tot 18 jaar die langdurig in een ziekenhuis moeten verblijven. Voor die kinderen wordt in het ziekenhuis een muziekstudio gerealiseerd. In deze vrolijke ruimte kunnen de patiëntjes zich uitleven in muziek maken en wordt het verblijf aangenamer. Robert, hoe ben je op het idee gekomen om dit helemaal op te zetten? Dat is ongeveer 4 jaar geleden geweest. En dat had eigenlijk te maken met dat we doen al heel veel activiteiten voor jeugd. En we hadden wat geld opgehaald en we wilden iets voor ziekenhuizen doen. En dan heel snel bleek dat de stichtingen die er nu al zijn, die iets doen voor jeugd. Dat ze het liever hebben dat je geld gaat doneren in plaats van de ideeën met muzikanten naar het ziekenhuis toe. En dus ik kwam er heel snel achter dat dat gaat dus niet lukken. Dus ik ga zelf op onderzoek. En ik heb gelijk 8 ziekenhuizen bezocht. En eigenlijk alle 8 zeiden, wanneer ga je dit opstarten? Als we lekker een beetje doordromen, dat we het al 4 jaar doen, dan houdt het in dat we hopen dat we elk jaar 3 ruimtes, een studio, kunnen plaatsen in een ziekenhuis. En zoals je weet moet je daar heel veel voor doen. En daar zijn we nu al 4 jaar mee bezig. Goede ruimtes en geschikte ziekenhuizen vinden die ook mee willen doen. En dat is ons motto voor de aankomende toekomst. 20, 30, 40 studio's plaatsen in alle ziekenhuizen in Nederland. Laura, jij bent beschermvrouwe. Ja. Leg eens even uit. Nou, Robert die vroeg of ik dan ambassadrice wilde zijn. Nou, dat vind ik zo'n beladen woord. Ik vind beschermvrouwe. Ik vind het heel erg goed passen met de kinderen waar je dit mee doet. Robert vroeg het aan mij. Toen heb ik ja gezegd. En eigenlijk omdat ik weet uit ervaring hoe een kind zich eigenlijk heel miserabel kan voelen in zo'n ziekenhuis. He, je wordt even opgevrolijkt door een half uurtje in zo'n speelruimte en daarna lig je dus weer in dat bed. En dit is zo'n mooi initiatief. Dat kind kan eigenlijk de hele dag bezig zijn met iets wat hem alleen maar vrolijker maakt. Ja, de eerste studio hebben we gebouwd in Tergooi in Blaricum. En logisch, we verblijven. Onze zaak is natuurlijk ook in Hilversum. En we hebben gelijk medewerking gekregen en we hebben daar de allereerste geplaatst. Fantastisch, dat is inmiddels alweer 1,5 jaar geleden. Het draait. En voor ons is het heel belangrijk geweest om ook te leren daarvan. Want dat is natuurlijk ook voor ons. We bedenken wel iets, maar uiteindelijk moet je het in de praktijk moet je het leren. Mm. En dat hebben we dus ook. We hebben heel veel geleerd van de eerste studio. Jij gaat er ook heen en wat gaat daar gebeuren? Ik ga er natuurlijk naartoe om te kijken hoe het gaat worden, wat het gaat worden. Robert laat het me allemaal zien. En uiteindelijk is dan de officiële opening. En het leuke van elke studio is dat het krijgt een naam van een bekende artiest. Iemand die dus in de muziek zit. Die krijgt dus de studio krijgt een naam. En de eerste was dan ook de René Vroger Studio. Omdat hij daar woont. En het heeft altijd te maken met de stad waarin zij wonen of geboren zijn. En, dus dat was heel erg leuk om te openen. Er is een nieuwe plek in Hilversum waar jullie gaan beginnen. Ja. Astmacentrum Heideheuvel. Fantastisch. We zijn daar een jaar bezig geweest. Vorige week hebben we dan de go gekregen. We gaan daar een ruimte voor ze neerzetten. Niet zoals we met in de ziekenhuizen doen. Maar wel een plek waar kinderen 6 weken tot 3 maanden vertoeven. En het kan toch niet zo zijn dat Muziekkids er ook niks aan doet. Het is nog 3 jaar moeten ze wachten op het nieuwe ziekenhuis. Die gaat dan gebouwd worden. En in het nieuwe ziekenhuis worden hun ook vertegenwoordigd. En dan gaan wij daarna ook weer verder bouwen. Maar eerst is 3 jaar iets voor hun maken. Dan ga ik natuurlijk vragen, wat is jullie toekomstdroom, Laura? Dat er in heel veel ziekenhuizen zo'n studio gebouwd wordt. Dat kinderen hun pijntjes, hun ellende, hun verdriet kunnen vergeten voor een langere periode. Daardoor misschien wel het genezingsproces versnellen, want dat kan ook. Zeker. Zoveel mogelijk ziekenhuizen, hè? Dat is toch wel een droom. Ja. En jouw droom? Dat is natuurlijk hetzelfde wat Laura zegt. En ook natuurlijk belangrijk is, en dat moeten we natuurlijk altijd maar niet vergeten, we hebben wel ook hulp nodig. We hebben veel hulp nodig. Overal heb je financiële hulp nodig. En we hopen dat naast de artiesten die dit allemaal achterstaan, dat ook de mensen die zeg maar dit begrijpen, zeggen, wij gaan jullie ook ondersteunen met alles wat jullie doen. En dat is natuurlijk ook een onderdeel van de droom. Muziek is emotie. Dus gun Muziekkids een studio in het ziekenhuis. Ik sta hier met beschermvrouwen en beschermheer van de Muziekkids. Wat spreekt u zo aan van Muziekkids? Ik vind het een geweldig idee om kinderen die in een moeilijke periode van hun leven in het ziekenhuis liggen, om die dan te confronteren en
hun leven vrolijker te maken met muziek. Door muziek te maken of anderszins met muziek op te vrolijken. Dat vind ik prachtig. Dus dan heb ik ja gezegd. En wat zegt de beschermvrouwen? Dat ik heel blij ben na 4 jaar, want inmiddels ben ik al 4 jaar beschermvrouwen van Music Kids, dat we ook een beschermheer hebben. Hè? We zijn nu collega's. Ja. En heeft u nog een boodschap voor de kijkers? Ja, nou ja, ik dat het uitbreidt. Het is nu in Hilversum begonnen. Dat is ook, Cruijff zou zeggen, dat is ook logisch. Hè? Want die mensen van de muziek maken, die komen uit Hilversum. De mensen achter deze stichting. Dus het is logisch in Hilversum. Maar het moet nu wel over het land verspreiden. En daar is natuurlijk wel meer steun voor nodig. Niet vanuit ons, maar ook vanuit andere instellingen en gemeentes en ziekenhuizen. En dan kan het een prachtig landelijk succes worden.